Wat niet fout gaat, is het bakken van eieren. Wat ook niet fout gaat, is het maken van een pasta. Ja, en daarna wordt het gevaarlijk terrein. Hoi, ik ben Wopke Hoekstra van het CDA. Blij vertelt de nieuwe lijsttrekker van het CDA dat hij er zin in heeft. Wopke Hoekstra werd door veel mensen als een goede opvolger gezien. Nou, dit is de keuken. Hier gebeurt het natuurlijk wel, maar ik moet ook zeggen, ik schiet wel een beetje tekort. Niet alleen als het gaat om hoe vaak ik kook, maar over de kwaliteit, daar moet je de kinderen ook niet naar vragen. Ik denk wat niet fout gaat, is het bakken van eieren. Wat ook niet fout gaat, is het maken van een pasta. Ja, en daarna wordt het gevaarlijk terrein. Daarna kan het ook dramatisch mislopen. Hier heerst nu een serene rust. Maar normaal gesproken gebeurt het hier, is het één grote chaos. Vier kinderen, Lieslotte en ik. En nou ja, dat drentelt hier dan allemaal door elkaar heen. Maakt het gezellig of maakt juist een beetje ruzie. En nou ja, hier zitten we dan 's ochtends. Te ontbijten, als we er tenminste allemaal zijn. Ik ben natuurlijk, moet ik eerlijk zeggen, lang niet altijd. Of spelletjes doen. Die oudste twee zijn sinds kort aan het harten jagen. Dat vind ik zelf ook hartstikke leuk. Dat is ook leuk om te doen. Strategen ook veel gedaan. Kan ook steeds beter tegen mijn verlies. Nou ja, verder kwartetten. Monopoly. Dat eindigt natuurlijk heel vaak in ruzie. En ik moet altijd denken aan mijn vader, met wie ik dat ook altijd speelde. En die dan zei, zielig bestaat niet bij dit spel. Monopoly, I probably like them like Monopoly. Ja, dat is een niet heel geslaagde poging om een beetje orde in de chaos te scheppen hier. En om aan te geven waar iedereen is. Waar ben ik? Ben ik hier? Of ben ik in het buitenland? Of ben ik een nachtje in Den Haag? Maar ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben er al een tijd niet meer naar gekeken. Nou, dit is de studeerkamer. Nou, veel dingen over de Amerikaanse politiek. Nixon, Kissinger. Geschiedenis. Veel over de Tweede Wereldoorlog. Ja, deze wil je natuurlijk ook op beeld hebben. Iedereen herkent hem natuurlijk, Churchill. Met machinegeweer. Iconisch beeld uit de oorlog. Natuurlijk een absolute held. Maar de kinderen vroegen mij inderdaad op een gegeven moment wel, ja, waarom hangt er nou iemand met een machinegeweer hier bij ons in huis? Omdat hij natuurlijk toch het voorbeeld is van doorzettingsvermogen en ook vechten voor vrijheid, vechten voor wat er belangrijk is. Dit was mijn huis. Het is bijna 17 maart. Ik zou zeggen, ga stemmen. En als je het nou nog niet zeker weet, stem dan gewoon op het CDA op mij. Wil je meer lijsttrekkers zien? Klik dan hier.